Vorig jaar had Bandcom, natuurlijk van gaslicht en internetten bekend, die heeft een team en dat heet Bandchain. Die waren vorig jaar een van de winnaars en dit jaar hebben ze weer iets gemaakt. En hoe zou je dat willen omschrijven met één regel? Tiki for permissions. Tiki for permissions, dat hebben we nou echt nodig. Permissies en Tiki, dus ik wil op een of andere manier kan ik permissie vragen aan iemand anders. Wat is het idee? We wouden het zo simpel mogelijk houden om tussen jou en mij een afspraak te kunnen maken die we kunnen vastleggen en die later ook weer te willen leggen is. En dat vastleggen, dat doen we dan in de blockchain. Ja. Vastleggen van permissies, zeg maar. En dat kan van heel simpel, wat geld of zo, maar het kan ook heel iets ingewikkelds met een koopcontract. Ja, een mooi voorbeeld is school. Iedereen die kinderen heeft, die weet het. Er worden foto's gemaakt op school en die komen natuurlijk op Facebook of op een krantje of op andere media. Daar wil je als ouder toestemming voor hebben, ja of nee. Dus dan kun je de school op zo'n manier zeggen van, nou, de foto's die gemaakt worden, niet op Facebook. Ja, dus dat is de laagste vorm. En wat is dan een hele complexe afspraak? Koopcontracten inderdaad, of vergunningen waar de overheid veel mee te doen heeft. En dan zou je dat weer kunnen koppelen aan overheidskoppelingen. Maar we willen de basis simpel houden. Ja, nee, heel simpel. Maar goed, laten we even kijken. Hier hebben we de portal, die is al even gemaakt, zeg maar. En wat zien we hier? Wat zien we hier? We zien hier de portal waar, van mij bijvoorbeeld, ja. Waar mij permissies zijn gevraagd om op akkoord te geven, maar ook permissies die ik heb gesteld. Bijvoorbeeld, ik heb een foto van mijn collega gemaakt en die wil ik op Facebook zetten. Ja. En ik ben ermee. Ja, dat is wie hier. Dat is deze, zeg maar, hier, ja. En nou, dat is een klasse foto. Ja. En die app ik even naar hem toe en ik zeg van, vind je het goed als ik die op Facebook zet? En hij zet daarop, ja, dat is goed. En op dat moment hebben we een afspraak met elkaar. Ja, dus hier heb ik in ieder geval die permissies. Ik heb 13 permissies, 8 approved, 1 pending. Ja. En ik kan dus klikken op een van die, ik kan erop klikken en dan... En dan zie ik hier, kijk, oh, dit is een mooie, kijk, ja. Wat is dit voor een, voorbeeld? We hebben hier de, even kijken. Oh ja, als ik naar de mediamarkt ga en ik wil een hele dure, zeg maar, hardware aanschaffen. En die kost bijvoorbeeld €1400. Ja. En ik wil die eigenlijk in de maand gaan betalen. Ja. Nou goed, dan wil ik eigenlijk de mediamarkt of degene die de lening eigenlijk gaat verstrekken aan de mediamarkt aan mij. Ja. Wil ik eigenlijk de permissie geven om op mijn bank mijn bankgegevens uit te lezen. En dan, via PSD2. Ja, inderdaad. Ja. Dat is die wet die afgelopen maand uitgerold is in Europa onder andere, zeker in Nederland. En dan ga ik eigenlijk de permissie geven aan die partij om mijn bankgegevens te analyseren. Kijk eens aan. En ik zie hier inderdaad Me is approved en DNB. Wat heeft DNB gezegd? De Nederlandse bank die zegt eigenlijk aan de bank die eigenlijk de lening verstrekt of de partij die mijn bankgegevens wil uitlezen, die zegt van deze partij heeft een certificaat, dus die mag de gegevens En dan krijgt ING, moet dan die gegevens verstrekken aan Mediamarkt en dan kan afhankelijk daarvan kan die lening meteen verstrekt worden. Juist, inderdaad. Nou, exact. Oké, hoe weet ik nou, hoe weet dit ding nou wie ik nou ben? Dat is heel interessant. We hebben dat net al even heel kort bekeken, want we kunnen hier namelijk, als ik een aanvraag ontvang, ik kan dan deze aanvraag accorderen met mijn inlog van de overheid of met Facebook of met een ander account. Dus ik log in op Facebook of op een andere partij en ik zeg eigenlijk van deze aanvraag wordt echt door mij, zeg maar, accordeerd. En als ik dan één keer met DigiD heb ingelogd, is dan dit platform, weet dat dan dat ik een identiteit heb die bevestigd is met DigiD? Of bijvoorbeeld met IDIN of met Facebook of met LinkedIn? Dat zou heel goed mogelijk zijn, maar we willen waarschijnlijk, als er een aanvraag is, we willen dan wel de aanvraag zo hebben, heel veilig houden dat je elke keer moet inloggen om te kijken van, ben jij ook echt jij? Heb je al nagedacht over welke blockchain je gaat gebruiken of is dat volledig nog helemaal niet in beeld? Nou, we hebben het gebouwd al in de afgelopen 48 uur op Ethereum. En dat is een heel mooi, dat is hartstikke mooi, dat is echt fantastisch. Ja. Hey, maar Sjoerd, Ethereum, allemaal leuk en aardig, maar elke transactie kost gewoon een dubbeltje of zo. Is dat nou voor een tikkie nou wel te doen? Nou, zeker, want je legt iets vast wat misschien heel waardevol is. Maar daartegen, stel nou dat ik het er niet mee eens ben, dan kun je ook zeggen van, ben ik niet mee eens. Dan krijg je de gas weer terug. Dus het is niet zo dat het altijd... Vindt Ethereum wel goedkoop genoeg om op die rol te kunnen vervullen? Of? Nou, daar hebben we ook over nagedacht. Wij hebben die drie zuilen gemaakt, een webinterface en een client API. En die client API kan bijvoorbeeld ook door een derde partij worden gehost die daar eigenlijk de betalingen doet. En daar heeft de consument daar dus helemaal geen last van. Hey, vorig jaar heb je gewonnen. Ja.
Hoe staat het, wat was dat project ook alweer en hoe staat het ermee? Daar zijn we ook mee verder gegaan. Dat was met Vattenfall, een heel leuk project geweest. Daar hebben we ook een vervolg aan gehad. Daar hebben het team, het was natuurlijk ook echt een team spirit ding. En ook in onze energie met gaslicht.com. Ja. En het probleem van het overstappen, vooral bij verhuizers, hebben we daarop gelost. Ja. Nou, dat is zeer enthousiast ontvangen in de energiemarkt. Nou, dat is natuurlijk niet in productie? Het is nog niet in productie, nee. Okay. Ja, dat is altijd belangrijk om even te weten of zo'n team dat overleeft. Maar je bent er nog steeds mee bezig. We zijn nog steeds Bandcom met Bandchain bezig met de volgende.